daar zijn we weer. Je hebt een heel ander pak aan. Dan kan je toch snel, even goed. Ja, voor de kijkers die het niet hebben gezien, dat is ook maar beter ook. Ze hebben het allemaal gezien, hoor. Het was zo'n scheur, van boven naar onder. Jongen, jongen. Ja, nou. Had je er maar één. Dat... Nou, we hebben... Kat altijd, wat hè? Nou? Wat zeg ik? Ben blij dat het is afgelopen na vanavond. Nou, nee, niet waar. Nee, schat, kom. Oh, dat zeg ik. We gaan verder met de show. 2 punten weer. En we gaan kijken naar een waar of niet waar gebeurd verhaal... tussen Jomanda en Emiel. Mag ik wel praten? En ik voel hier de krachten nog sterker. The power of the Lord. Het is volgens mij the power of the light, hè? Of the love, the love. Nou, ik weet het niet. Ik moet je man dus bellen voor de juiste tekst. Het is heel gênant. Wat is de vraag? Misschien is het wel... Is het waar dat je man daarna het zien van een visioen... een half jaar lang niet meer mag spreken in Nederland, maar wel in België? Ja. Is het waar mag of niet ze niet waar? In Nederland, maar wel in België praten? Geen reactie uit de zaal, want het kan net zo goed fout zijn wat u zegt. Ik zie 2 maal niet waar, klopt dat? Ja, 2 maal waar. Irene mag het zeggen, want zij is Jomanda. Het is waar. Ja. Ja, ze mag wel in België praten, alleen maar niet in Nederland. Melissa, nog maar 6 punten zien we daar. Diane 12, Theo staat op 18 punten, Jordi op 12 punten. Nou vragen de mensen zich af, wat doet Gerard bij de punten en wat gaat het snel? Waar is Marijke ook? Dat klopt. Nou, maar dan gaan we zo eventjes laten zien waarom ze weg is. Ik heb namelijk nog even een laatste vraag. Oh. Elton John zong in 1997 het nummer Candle in the Wind voor prinses Diana. Ja. Maar voor wie had hij dat nummer oorspronkelijk geschreven? Open vraag. Ja, zeg het maar. Jordi, dat is goed geantwoord. 2 punten erbij. Je staat op 14. Maar die man het goed zegt. Waar is Marijke? Nou, wij dachten dat het misschien een keer leuk zou zijn... dat onze puntenprinses als Marilyn Monroe van de trap zou schrijden. Nou, dat denkt iedereen, dat doet ze niet. Ja, nou dat hebben we haar gebeld en wij dachten inderdaad van... nou, dat gaat ze niet doen. Ze gaat het echt doen. En super. Ze zei alleen tegen ons, kijk, ik ga het doen... maar dan wil ik in het begin al een staande ovatie. Dus gaat u staan, allemaal lieftallig publiek. Want hier is ze, dames en heren, de koningin van de Carlo. Live gezongen. En Irene de show, absoluut. Marijke... Helwegen. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Boobadidoo. I wanna be kissed by you, just you, and nobody else but you. Loved by you. En voor wie is dat ook zo toepasselijk? Dat is ook zo toepasselijk bij Roelie en Willem. Vorige week zagen we ze aan tafel zitten. Ja, ze staan op het punt om elkaar te vertellen... dat ze eigenlijk helemaal niet zo rijk zijn. En ja, overwint de liefde? Of toch niet? We gaan het nu meemaken.
gezellige avond. Op een gezellige avond. Ze vindt hem leuk. Ze lacht, zie je dat? Hoe vind je haar? Lief. Wat? Ik zou hem beter moeten leren kennen. Ik denk dat het misschien aardig is nu dat je er vertelt hoe de vork in de steel zit. Luister, nu is het moment daar dat jij moet gaan vertellen. Nee, dat ga jij voor me doen. Nee. Nee. Succes, schat. Zij wordt heel kwaad. Ze heeft tegen mij gezegd als hij niet is wat hij is, nou. Ja. Oh, daar gaat ze. Hij durft niet. Hij durft niet. Zij durft ook niet. De muziek staat nog te wachten. Ik vind het wijntje ontzettend lekker. Heb je het eten zelf uitgezocht? Ze durft het niet. Nou. Ga weg, George. Zo doe je het erop. Ja, hij is echt... Maar Willem, voordat we verder gaan met dit diner, moet ik je wel wat bekennen. Ja. Ik ben namelijk niet Rolfina. Nee. En ik ben ook geen miljonair. Nee. Ik ben dus gewoon Roelie en ik kom van Velwagen. Ik heb het ook hetzelfde verhaal eigenlijk, hoor. Dus, En dat is? Ja, zoek er even spanning in, nou. Nee, ik wil de spanning nu eruit hebben. Waarom? Daarom. Ik ben ook een miljonair, schat. Carla! Ik vermoord je nu! Nee, het was een grapje. Ik dacht van al die dagen gegolvend. Ik vond je al vrij gauw uit je rol vallen. Ah! Toch? Carlo! Schat. Je gaat eraan. Waar is die echt? Nee, ze komt gewoon daar. Nee, ze gaat echt goed. Ah! Oh, lieverd! Oh, afschuwelijk! Vind je het als een grap? Oh, lieverd! Nou, ik moet je zeggen, jongens, ik ben blij met deze reactie. Maar ook die van jou vooral. Ja. Omdat mij opvalt dat je, ondanks wat je nu hoort... toch een hele leuke avond heb gehad met haar. Zeker weten. En ik verwacht dat het nog wel leuker zal worden. De moeite waard om een keer zo buiten de camera's om. Ja, zonder Carlo en Irene en dit allemaal. Zeker weten. Buiten de camera's.